Hoi, leuk en leuk video. Ik ben Marilisa en ik ga vandaag laten zien wat ik met mijn haar doe en wat ik precies van de Curly Girl Method vind. Allereerst, ja, ik draag nu een bril. Ik heb hem gisteren opgehaald, ik had hem echt nodig. Gaan jullie ook in de weekvlog zien hoe of wat. Maar ik denk, ik zal het even duidelijk zeggen, ja, dat is wat je aan me ziet. En tweede heb ik ook helemaal geen make-up op vandaag. Niet eens mijn wimpers gedaan of wat dan ook. Ja, echt helemaal nikkie. En dat is vooral omdat mijn hele huid, zo je ziet het nu gewoon, het is al verzorgd, maar het glimt heel erg. En ik heb allemaal van die spots en thuisjes en dingetjes. Maar deze gaat vooral over hoe ik Curly Girl toepas in mijn drukke leven. En ik heb echt gewoon geen tijd om te scrunchen, te ploppen, een maskertje te doen, mijn haartje diffusen, noem het allemaal maar op. En ik wil toch op een bepaalde manier gewoon, nou ja, dit vind ik helemaal leuk. Zou ik meer volume kunnen krijgen? Zou ik een betere krul kunnen krijgen als ik het echt helemaal volgens de methode doe? Natuurlijk. Maar het leven bestaat uit compromissen. Ik heb gewoon geen tijd om dat soort dingetjes te doen. Soms wel, als bijvoorbeeld een verjaardag heb, dan weet ik het wel. Maar over het algemeen ben ik heel tevreden met als mijn haar gewoon gezond is en het gewoon lekker krult. Vind ik wel helemaal leuk. Deze video is vooral om te laten zien hoe ik de tips en de tricks van de Curly Girl methode toepas. Zonder dat ik er uren aan kwijt ben. Ten eerste omdat het nu veel gezonder is dan een jaar geleden. Sinds ik met deze producten ben begonnen. Maar ook omdat ik het veel meer zijn eigen ding laat doen. Vroeger deed ik het heel veel stijlen. Of deed ik het eerst stijlen en dan in de krul zetten. En omdat ik eigenlijk mijn natuurlijke krul gewoon helemaal niks van. Mijn haar pluisde heel erg. Was heel droog. Ik heb ook een hele periode gehad dat ik de kleur niet fijn vond. Dit is echt mijn eigen haarkleur. Dus ik heb het blond gehad. Ik heb het blond met paars gehad. Ik heb het roze gehad. Ik heb het compleet paars gehad. Ik heb het bruin gehad. En, nou ja. Compleet blond, kort, lang. Ik heb alles ongeveer gehad. Ik heb zelfs extensions een tijdje gedragen. Omdat nadat ik het helemaal heb laten blonderen. En het heb laten paars verven en roze. En noem maar op, was mijn haar gewoon dood. Dus eigenlijk sinds vorig jaar was ik best wel tevreden met hoe lang mijn haar was. En mijn eigen haarkleur. En toen kwam ik de Curly Girl methode tegen. Allereerst heb ik het natuurlijk één keer gewassen met de Final Wash. En dat doe ik heel af en toe. Ik denk één keer in de 2-3 maanden. Ik heb hem nu ook niet. Maar ik zal even een fotootje doen. Het is gewoon van de Kruidvat, het Euro shopmerk volgens mij. Ik gebruik hem gewoon af en toe eens. En dan, ik merk altijd dat mijn haar dan daarna heel veel vocht nodig heeft. Maar over het algemeen werkt het wel om het even helemaal goed te strippen. Voor de gewone wasbeurt, ik denk één keer in de 10 dagen of zo. Klinkt misschien heel vies, maar ik was wel meer dan dat. Maar niet met shampoo. Maar dan gebruik ik deze. Dat is de Schwarzkopf kindershampoo. Die is ook CG-proof. Daarmee doe ik het dan eventjes opfrissen. Zoals gezegd gebruik ik die maar één keer in de week, 10 dagen. Als ik echt denk van, oh mijn haar wordt wat zwaar. Als ik het dus niet meer goed schoon voor mijn gevoel krijg met deze. Dan pas gebruik ik echt de Final Wash. Voor andere wasdagen gebruik ik deze. Of deze. Het zijn gewoon de conditioners. En dus ik spoel mijn haar uit en ik was mijn hoofd uit vooral met dit. En dan doe ik de conditioner nog even in de punten laten intrekken en dan spoel ik het gewoon allemaal uit. Afhankelijk van of ik het 's avonds ochtends heb gewassen, wil ik het ook wel gelijk erin laten. En dan scrunch ik het een heel klein beetje met deze. Vooral als ik het 's avonds doe, dan kan dit een kast vormen en dan kan ik daarin slapen. En dan de volgende ochtend hoef ik het alleen maar een klein beetje nat te maken met dit. Of met dit. Deze heb ik ook nog, dat is de Curly Girl, de Happy Curls Crème van André Lon. En dan droog het zo lekker gewoon fijn op. Ik hou niet echt heel erg van kast. Dus deze doe ik echt alleen maar als ik met nat haar ga slapen. Dan heb ik het gevoel dat het iets minder pluist 's ochtends. Heel af en toe wil ik ook nog wel een maskertje doen. Dan heb ik de Kokos Boost van of de L'Oreal Elvive. Deze heb ik toen een keer bij de Action gekocht, daarom was die wat goedkoper. Want eigenlijk alles wat ik doe is budget. Ik ga echt niet heel veel geld uitgeven aan boulet crème of weet ik veel wat. Dus ja, heel af en toe wil ik ook wel deze gebruiken. Deze is ook wat meer, vormt ook meer een kast. Dus het is meer voor als ik het overdag heb en ik heb bijvoorbeeld een feestje of wat dan ook. Dan krijg ik iets meer hardere krul. Dus dan blijft het iets beter. Ja, voor mijn gevoel krijg ik een iets strakkere krul. Dus dat is dan wel leuk. Ook deze heb ik een keer bij zo'n actie gekocht van 3 halen, 2 betalen of zo. En dat is eigenlijk alles wat ik gebruik. Dus ik gebruik heel weinig, vrij simpele dingen. Die ik alleen maar toepas. Ik doe niet 15 minuten ploppen. Ik doe niet wet ploppen. Ik doe niet een kwartier zo boven met drijfnat haar. Ik droog mijn haar gewoon af. Wel met een microvezelhanddoek. En daarna doe ik er gewoon een leave-in conditioner in. En 's ochtends doe ik het misschien een heel klein beetje nat maken. Of eigenlijk soms alleen maar met die. En dan is dat het.
zou ik natuurlijk wel het ploppen doen, het nat scrunchen, of met een pineapple of zo'n andere boom op je hoofd gaan slapen, op een satijnen kussensloopje. Dan zou het misschien allemaal ook wel veel krulliger zijn, zou ik misschien ook echt wel veel meer nog pijpenvullen hebben. Want ik heb het een paar keer gedaan, ik zat gewoon niet passen, dat ik echt gewoon gelijk pijpenvullen heb. Maar het is me gewoon de effort niet waard en ik wil ook eigenlijk deze video vooral daarvoor maken. Probeer het als je denkt van, goh, hey, ik heb ook krul haar en ik vind het leuk en mijn haar pluist zo heel erg en ik wil het proberen. Ga dan vooral ook de haartest doen en ga kijken wat voor jou werkt. En, maar pin je er niet op vast dat je een kwartier lang moet gaan crunchen, een kwartier moet gaan ploppen, dan moet je het weer gaan uitspoelen. Het duurt allemaal heel erg lang en de meeste moeders hebben daar in ieder geval geen tijd voor en willen er toch een beetje leuk uitzien. Dus hou het simpel, want persoonlijk vind ik dit dus heel erg leuk en hoeft het helemaal niet zoveel te kosten. Ik geloof dat deze 2 euro is bij de Zeeman. Deze is 1,90 bij de Action of zo. Dit is ook zoiets bij de Zeeman. Heb ik die gehaald. Deze was pas 5 voor een tientje bij de Kruidvat. Nou, en deze heb ik dan dus gewoon een keer in een pakket gekocht. En dan hebben we, nou, ook dit is van André Lom. Als je een keer een aanbieding hebt, pak er gewoon mee. Deze heb ik bij de Action gehaald. Zou ook bij zo'n pakket kunnen. Als je zegt van, goh, L'Oreal heeft een aanbieding bij de Kruidvat. Dan kan je dus 2 halen voor. 3 halen voor. Hou het simpel. Dat is echt mijn main tip. Hou het simpel. Geef het ook echt de tijd. Want het heeft ook echt wel eventjes geduurd voordat ik het gevoel had dat het standaard gewoon al lekker krulde. Zonder dat ik er echt heel veel moeite voor op te doen om het minder te laten pluizen. Maar, want ik ben er nu denk ik bijna een half jaar mee bezig. Half jaar? Een jaar? Ik ben er best wel lang mee bezig. Er zijn momenten dat ik er even mee stop dat ik wel gewoon de producten gebruik. Want mijn haar wordt ook echt gezond. Het groeit ook heel erg snel voor mijn gevoel. Dus ik ben er helemaal fan van. Maar ik vind de manier waarop de methode uitgezet wordt. Het kost het gewoon heel veel tijd. Dus deze tip is gewoon. Cut it in half. Niet moeilijk doen. Gewoon doen wat je wel kan. En verzorg je haar gewoon goed. En dan als het maar goed hydrateert. Dan volgt het krullen vanzelf. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Dat je in ieder geval inspiratie hebt gehad om als je krulhaar hebt deze methode te proberen. En het gewoon simpel te houden voor jezelf. Niet te laten overweldigen door de hoeveelheid informatie en de hoeveelheid tips en tricks die er zijn. En dat er ontzettend veel tijd in hoeft te zitten in deze methode. Dat worden ze er niet mee eens. Het hoeft niet zoveel tijd te kosten om je haar een beetje gezond te laten krullen. Ik hoop dat jullie leuk vonden. Dat ze wat geeft aan deze video. Duimpje omhoog. En vergeet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie morgen weer. Doeg! Christmas man.